Goedenavond. Goedenavond. En welkom in Spui 25. Mijn naam is Lodewijk Verduin en ik zal voordat we beginnen een paar korte woorden wijden aan het programma. Wie op zoek gaat naar de grote stilisten van ons taalgebied, zal onvermijdelijk de naam Willem Brakman tegenkomen. Dat is in ieder geval hoe ik enkele jaren terug op deze schrijver stuitte. In letterkundige handboeken en stukken van door mij bewonderde critici werd diens singuliere taalgevoel dusdanig de hemel ingeprezen dat het me terstond nieuwsgierig maakte. Ik heb een voorbeeld. Je hebt in Nederland twee soorten literatuur. Willem Brakman en de rest. Dat schreef Kees het Hart bijvoorbeeld in de Leeuwarder Krant. En die beëindigde de recensie in kwestie met een exclamatie, citaat, lang leven Willem Brakman. Ik zocht en vond een exemplaar van Het zwart uit de mond van Madame Bovary, begon Brakman te lezen en ben daar sindsdien niet meer mee opgehouden. Want inderdaad trof ik in die roman en daarna in zijn andere boeken een voor mij volkomen nieuw en daarmee uiterst intrigerend Nederlands aan. Het was niet kaal, niet sober, niet ingetogen zoals het volgens sommige scholen schijnt te moeten zijn, maar juist barok, overdadig, excentriek en intens levendig. Hier openbaarde zich een verteller die zich niet op de achtergrond houdt, zich niet op de achtergrond wil houden, maar vol zelfvertrouwen het woord neemt om de lezer via de merkwaardigste wendingen en uitweidingen door zijn verhaalwereld te gidsen. Steeds onderhoudend en met veel gevoel voor kleur en stijl. Ieder verhaal is in zekere zin een hommage aan de luisteraar, schreef Brakman zelf in Het doodgezegde park uit 1986. En bij weinig andere schrijvers heb ik dat zelf inderdaad zo direct ervaren als bij Willem Brakman. Gelukkig voor ons lezers is deze auteur allesbehalve krenterig geweest. Bij leven publiceerde hij volgens mijn telling 54 boeken bij uitgeverij Querido. En dat terwijl hij pas kort voor zijn 40ste debuteerde. De compacte romans die hij eens per 9 maanden, geloof ik, uitstootte, zijn zowel bijna identiek als totaal verschillend. Ze bieden allemaal toegang, namelijk, tot hetzelfde Brakman-universum, dat bij nadere inspectie en lezing toch altijd weer anders blijkt te zijn dan gedacht. Dit is een oeuvre waarin onophoudelijk nieuwe verbanden kunnen worden ontdekt en dat lezers nog talloze nieuwe verrassingen zal kunnen bieden. Het is dan ook alleen maar te prijzen dat uitgeverij Querido nu een nieuwe editie van Leesclubje uit 1985 heeft uitgebracht in de succesvol gereanimeerde Salamanderreeks. Vanavond, op de 100ste geboortedag van de schrijver, lanceren we die heruitgave en vieren we het leven en vooral het werk van Willem Brakman. Dat doen we middels voordrachten en een groepsgesprek, waaraan het publiek van harte wordt aangemoedigd om deel te nemen. Aan mij de eer om de sprekers van de avond te introduceren en het programma uit te stippelen. We beginnen met een korte lezing van Nico Keuning over het leven en werk van Willem Brakman. En Nico Keuning is een Neerlandicus. Hij schreef verschillende schrijversbiografieën, onder meer van Jan Arends, Max de Jong en meest recentelijk Willem Brakman. En deze biografie, getiteld Een ongeneeslijk heimwee, verscheen in 2020. Daarnaast bezorgde hij de lezenswaardige en misschien wel onthullend te noemen briefwisseling tussen Brakman en Simon Vestdijk. Ook hier te zien Gaven, Giften en Vergiften uit 2018. Andere recente publicaties zijn Met scherpe pen, zijn essaybundel over rechtszaak in de Nederlandse literatuur uit 2020 en De Boekenfluisteraar van eerder dit jaar, een bundel over schrijfonderwijs. En beide boeken zijn verschenen bij de Walburgpers. Direct daarna spreekt Thomas Heerma van Vos, redacteur van de Revisor, over Leesclubje en Brakmans verhouding ten dele tot datzelfde literaire tijdschrift. Thomas Heerma van Vos is schrijver en criticus. Hij debuteerde in 2009 met De Allestafel, en publiceerde sindsdien in totaal 3 romans, 2 verhalenbundels, een essaybundel en een bundel, ik heb het nu uitgeversmemoires genoemd, maar onzichtbare boeken, verdwenen boeken. Voor de Groene Amsterdammer schrijft hij regelmatig over literatuur en over muziek. En zijn verhalenbundel Passagiers/Achterblijvers verscheen in april bij Das Mag Uitgevers. Dan zal Lilou Dekker voorlezen uit het werk van Willem Brakman, specifiek uit de nu opnieuw uitgegeven roman Leesclubje. Lilou Dekker is actrice. Ze studeerde in 2014 af aan de Toneelacademie van Amsterdam en speelde sindsdien in vele verschillende voorstellingen en films. Alles van Drie Zusters en Oedipus tot Circus Reven. Van Dit zijn wij van Michiel van Erp tot Goede Tijden, Slechte Tijden. Ook toch? Ja, dat waren wel
Ze is oprichter van het toneelgezelschap L'Amour Toujours, voorheen Stichting Moskou, waarmee ze onder meer de voorstellingen Lessen van een hert uit 2019 en Samenkomst in positieve sfeer 2021 schreef en uitvoerde. Vervolgens ga ik met biograaf Nico Keuning en Brakman-kenner Arie Storm in gesprek over het werk en de nalatenschap van deze bijzondere auteur. Arie Storm is schrijver, essayist en vertaler. Hij debuteerde in 1994 met Heemans Duik en publiceerde tot op heden 12 romans, waarvan Schoonheidsdrift verschenen in februari 2021 de meest recente is. Zijn essays en recensies werden onder meer gepubliceerd in NRC, De Groene Amsterdammer en Het Parool. En hij was daarnaast enige tijd redacteur van Propia Curis. De neerslag van deze periode is te vinden in het essay Het Horrortheater van de Nederlandse Literatuur 2019. Storm is de vaste vertaler van John Benville en James Wood. En vertaalde daarnaast werken van Ernest Hemingway, Jack Kerouac, George Orwell, Thomas Hardy en anderen. Zijn volgende roman, The Harp, verschijnt in september bij uitgeverij Prometheus. En hij schreef het nawoord bij de nieuwe uitgave van Leesclubje. We sluiten vervolgens af met nog een voordracht van Lilou Dekker, waarna we het glas kunnen heffen op deze schrijver en er de gelegenheid is om boeken van Brakman of van de sprekers te kopen. Ik wens jullie een fijne avond. Ja, ik zal proberen in een grote kleine 10 minuten Brakman te introduceren. En dat wordt gevolgd door een fragment uit een televisieuitzending. Daar zal ik straks iets over zeggen. Ja, nou ja, 13 juni. Willem Brakman werd op 13 juni geboren in de Jan van Houtstraat in Scheveningen. En dan, toen hij 5 jaar was, verhuisde hij met zijn ouders en zijn 2 jaar oudere broer Jack naar Duindorp. En hij stak het verversingskanaal over. En vanaf dat moment betreden we het literaire landschap van Willem Brakman. Want het verversingskanaal komt in heel veel romans terug. Maar ook Duindorp. Je hebt een soort topografie van die wijk Duindorp. En dan denk je bijvoorbeeld aan het Tesselse plein, maar ook de lagere school. En op die lagere school was meneer Besteman. En Besteman is ook iemand die in het oeuvre rondspookt. Hij heeft nog 50 jaar na de lagere school gezegd: wie nooit les van hem heeft gehad, weet niet wat angst is. Maar ook de Julianakerk speelt een hele belangrijke rol in het werk van Brakman. Dat is eigenlijk het begin. Dat is namelijk de Julianakerk waar op, toen hij 8 was, een doodkist naar buiten werd gedragen. En dat was een confrontatie met de dood. En zijn 2 jaar oudere broer Jack stond naast hem en die zei: ja, wij gaan ook dood, maar eerst moet je vreselijk lijden. En dat maakte wel indruk op de wat jongere Willem Brakman. En zeker toen ook nog een buurvrouw, Opoe Breuren, overleed en ook in een doodkist naar buiten werd gedragen. En dat keert terug in zijn allereerste verhaal dat hij publiceerde in december 1960 in de Gids Bij Hoog en Bij Laag. Dus de buurt, maar ook de dood, speelt een belangrijke rol vanaf het eerste moment in het jonge leven van Willem Brakman. En de dood speelt ook een belangrijke rol en ouderdom in Leesclubje. Hij heeft een bijzondere jeugd gehad daar in Duindorp. En je zou denken, ja, hij werd ook wel gepest. Dat heeft hij soms ook wel tot een groteske opgevoerd in zijn boeken. Maar hij heeft toch een hele gelukkige jeugd gehad. En dat heeft te maken met wat hij zelf noemde een uitzonderlijk ervaringsvermogen. Hij maakte, hij zoog alle gebeurtenissen, indrukken heel diep in hem op. En dat heeft hij later allemaal weergegeven in zijn boeken. Ja, als hij verhuist, de moeder was nogal een ondernemend type, dus ze nam het gezin regelmatig op sleeptouw. En toen ze dan van Duindorp naar de wat betere Bomenbuurt verhuisde, toen was Willem Brakman 14. En
Ja, dat heeft wel weer indruk op hem gemaakt, omdat hij vanaf dat moment een verleden had. Dus dat idee van die jeugd en die indrukken van de wijk, Duindorp, de straten, de etalages van winkels. Ja, dat begon eigenlijk steeds meer indruk op hem te maken. En verhuizen is ook uiteindelijk de aanleiding voor hem, als hij dan in 1957 zelf verhuist, dan is hij al arts, naar Enschede. Dan zie je dat hij ineens gaat schrijven. Ja, ik heb dat in mijn biografie de vruchtbare afstand genoemd. Je hebt wel meer schrijvers, ook James Joyce. Als je ver weg bent van je thuisland en van waar je bent opgegroeid, dan ga je na die verhuizing door die afstand ga je schrijven. Vandaar ook de titel van de biografie, Een ongeneeslijk heimwee. Dus het is een hele leven lang is Brakman vanuit Enschede, althans op papier, in zijn oeuvre teruggekeerd naar Den Haag. Van die 54 boeken die Lodewijk noemde, zijn er 29 Haagse titels. Waarin verhalen en romans die in Den Haag spelen. Dus dat geeft wel aan hoe belangrijk dat verleden is. En dat heeft, daarin komt ook Nol Gregoor voortdurend voor. En Nol Gregoor was een vriend, was een beetje een haat-liefde verhouding. Maar Nol heeft wel Brakman de weg gewezen in de wereld van de kunst. Want hij kwam uit een absoluut niet kunstzinnig milieu. En hij had daar wel heel veel aanleg voor en interesse. En Nol werd zijn nestor. En nou ja, dat heeft ook wel weer geleid tot vijandigheden. Ze zijn ook op reis geweest, ruzie gemaakt. Maar ook het begin, hij heeft hem geïntroduceerd. Nol heeft Willem Brakman geïntroduceerd bij Vestdijk. Maar Vestdijk erkende onmiddellijk dat grote talent. Maar Nol die zou nog eerst even over een paar verhalen nadenken. En die heeft dat heel lang in een la gestopt. Dus dat was toch een soort jaloezie de métier. Dat hij dacht, daar moet ik toch nog eens even goed naar kijken, Wim. Of dit wel echt publicabel is. Terwijl het gewoon meesterlijke verhalen waren die al aan Vestdijk waren voorgelezen. Dus die dacht ook, waar blijven die verhalen? Waarom publiceer je niet? Nou ja, via een andere vriend is het allemaal goed gekomen bij de gids, naar Bert Voeten gestuurd. En die was natuurlijk net als Ed Hoornik, die was onmiddellijk laaiend enthousiast. En er kwam snel een bundel en nog een bundel en nog een bundel. Dus binnen 2 jaar waren er al 3 bundels uitgegeven en hij kreeg ook al meteen een prijs. Dus Brakman was vanaf dat moment natuurlijk wel meteen een schrijver waar niemand meer omheen kon. Ja, behalve de vruchtbare afstand Brakman zich, dat heeft natuurlijk mee te maken, een terugschouwer. Dus het is voortdurend terugkijken op dat verleden. En hij wil eigenlijk, dat is wel heel essentieel, voortdurend proberen door te dringen in de geest van het kind dat hij ooit was. En dat noemt hij het verlangen er niet te zijn. Dus ja, er waren ook wel mensen die bij die uitspraak dachten, dat hij dacht, ja, was ik maar dood, een beetje Jeroen Brouwers stijl. Maar het betekent dus dat hij niet in de werkelijkheid wil zijn. Hij wil in een andere wereld leven, zoals hij dat als kind ook deed. Dus zo heeft hij in zijn oeuvre, heeft hij zijn mythologisch universum, persoonlijke mythologie gecreëerd, zou je kunnen zeggen. En ja, zijn stijl, daar zullen we vanavond nog wel meer over horen. Maar het is een wonder van taal. Het is een man die niet een gestroomlijnd verhaal schrijft, maar vanaf de eerste alinea zijn het onmiddellijk uitweidingen, beschouwingen, scènes en dan af en toe enkele ankerpunten, zou je kunnen zeggen, waar het verhaal aan wordt opgehangen. Dat er toch wel nog een lijn in zit. Hè, dat je toch nog een verhaal hebt. Maar het is een schrijver met prachtige taalvondsten en hele grappige invallen. Je moet er geduld voor hebben, maar je moet gewoon genieten van hoe hij schrijft. En je moet niet denken, ja, hoe gaat het verder en zit er een plot in? Er is geen plot. En zoals Bertram Maurits, zag ik vandaag
van het Literatuurmuseum, die schreef een stukje over Brakman en die zei ook, het gaat niet om de plot, het gaat om de mogelijkheden. Want Brakman had ook iets met detectives, Sherlock Holmes, dus draven voortdurend rechercheurs op. Er zijn heel veel rechtszaken ook in het werk van Brakman. En dat is niet alleen een verwijzing naar Kafka, maar het is ook een soort botsing met de werkelijkheid. En dus als de hoofdpersoon ergens in de struiken zit, is heel veel bos en duisternis en geluiden, gestalten, stemmen. Dan staat er ineens een politieman naast hem. Dan krijg je hele prachtige scènes en confrontaties. Nou goed, even tot slot. Postmodernist werd hij wel genoemd. Ook wel mede naar aanleiding van Aanzichten uit Amerika. Heel fragmentarisch roman. Maar daar wilde Brakman niets mee te maken hebben, omdat hij dat een kunstje vond, postmodernisme. En hij was van mening dat toch wel echt de authenticiteit en zijn hele levensbeschouwing en ziel en zaligheid in de vorm van elke roman ontstond. En dat was voor hem een hele serieuze zaak. De tragiek daarbij is een beetje, en dat gaat ook dat filmpje straks over, dat hij, doordat hij als jongetje al zo bijzonder was en zo afwezig en hoogbegaafd, dat hij nooit echt contact met de buitenwereld heeft gehad. En dat heeft zijn dochter Paulien mij wel verteld, dat ze dan in een bos liep en als ze dan iemand anders liep, dan zei hij altijd weer net te hard, schoften zijn het allemaal. En hij probeerde toch iets van zichzelf te laten zien aan die buitenstaanders door boeken te schrijven. Maar door onwillekeurig die stijl die hij heeft, kan hij niet zo heel makkelijk door de vorm van die boeken contact krijgen met lezers. En dat is toch voor een tamelijk select gezelschap van liefhebbers. Ja, nou ja, andere dingen komen misschien straks nog wel ter sprake, anders gaat het te lang duren. Even het filmpje aankondigen. Had ik opgeschreven? Ja, dus het is een filmpje, De Introvert, en dat is van Nederland C, ooit uitgezonden 27 november 1985. Dus dat is dan ook echt over die roman Leesclubje. En ja, nog misschien heel even kort, dit ziet u dan straks duidelijker. Dit is de eerste druk van toen en het is een schilderij van Kameling Onnes. En ook trouwens in 1985 overleden. En of ook, maar in dat jaartal is hij overleden en is dat boek dus verschenen. En ja, dat is wel een heel duidelijke introductie. En dan kun je natuurlijk ook even zien hoe Brakman eruit ziet, hoe die praat. En je hoefde aan Brakman maar één vraag te stellen als interviewer. En dat ga je nu merken. Dit schilderij hing in mijn vroege jaren op de kamer van een vriend, een zolderkamer. Daar spraken we veel over literatuur, vooral over dichtkunst. En altijd was er wel dit schilderij op de achtergrond. Veel bloem, Nijhoff en Marsman heeft het in zich opgezogen en is veelzeggend versmolten met het duistere en verdwaasde. Een wonderlijk groepje gaat daar linksboven door een deur mijn boek binnen, waar ze het wereldje zullen bevolken van mijn hoofdpersoon. Een wat vreemde oude die zeer veel gelezen heeft. Door deze vrouwtjes zal hij worden bekeken, beoordeeld, ja, zelfs berecht. Een hard lot vol bizarre gezichtjes, kordate beentjes, harde onderarmen en materie zware achterwerken. Echter niet zonder de molentjes, puntmuts en de hanenkap der poëzie. Uh,
Dat schilderij op dat omslag van Leesclubje, had je dat zelf niet willen schilderen? Ja. Je weet dat Duperron altijd razend werd als hij een boek las dat erg goed was, dan riep hij altijd dat had ik moeten zijn. En iets dergelijks ervaart natuurlijk iedereen wel als hij iets echt moois ziet. Hè? Maar ik zou niet zo direct het beeldende karakter willen benadrukken waarop mijn jaloersheid dan is gericht. Dat is wel altijd voorstelling. Ik vind het namelijk op wat grimmige wijze dekt het mijn ervaringen met leesclubjes en daar heb ik er vele van. En daarin dat misverstand wat er altijd blijft tussen mij en het auditorium, waar ik de binnenkant van mezelf en alle geheimenissen de literatuur aan etaleer. Aan het misverstand, ja, daar ontleen ik natuurlijk een zekere grimmig genoegen aan als ik zie hoe boven de titel leesclubje een troepje ongeregeld, daardoor onder controle van een zuster, het gebouw, het paviljoen wordt binnengevoerd. Als ik bijvoorbeeld kleren koop en ik kies een broek in een modemagazijn die mij prima past, maar dan kom ik thuis en dan merk ik dat het kruis tussen mijn knieën houdt. Daar ligt dus een misverstand, niet naadloos op elkaar aansluiten van ik en de wereld. En ik ben dus één keer ben ik daarvoor teruggegaan, alhoewel ik heb geleerd dat je daar beter in kunt berusten. En trof toen een zeer begrijpende verkoper die zei, deze broek ziet eruit alsof u zich langdurig op de knieën wiegend en handen wringend heeft voortbewogen. Waarop ik zei, ja, dat is ook zo. Ja, ik ben van nature een introvert. Dat wil zeggen, dat is een karakter, een lot van hoger hand. Alleen, ik ben het, dacht ik, in meer dan gemiddelde zin. Ik ben een echte introvert. Vroeger zei ik wel eens een vooroorlogse. En daar versta je dan eigenlijk onder iemand die op meer dan normale wijze gefascineerd is door het eigen geestesleven. Dat heeft voor- en nadelen. Die zijn wat moeilijk tegen elkaar af te wegen. Maar in het verlengde van wat ik nu genoemd heb, ligt eigenlijk een element wat daar niet onlogisch uit volgt. Namelijk dat element van een bijna metafysische vreemdheid ten opzichte van de werkelijkheid. Hè? Ik heb wel eens gezegd tussen mij en de werkelijkheid ligt een distantie bij, zoals ik dat uitgedrukt heb, een glasplaat. Hè? Alsof dat niet helemaal op elkaar aansluit. In het algemeen is een introvert voor altijd wel een introvert. Maar dan ook, ik meen zelfs dat ik ook introvert droom. Al zou ik eens lang moeten nadenken wat ik daaronder versta. Maar ik wel, dat als ik bijvoorbeeld gedwongen word om meer dan voor mij natuurlijk is met de buitenwereld rekening te houden, bijvoorbeeld op reis, per auto in Italië, ik noem het iets afschuwelijks, dan word ik werkelijk binnen het kortste op de rand van uitputting. Ik kan dat niet hebben. Mijn blik is van nature de blik naar binnen en niet naar buiten. En vandaar dat ik eigenlijk zonder metafysische redenen toch graag de stilte opzoek en graag wandel in rustige, bosrijke, landelijke omgeving in ieder geval. Wat natuurlijk voor introvert ook weer zijn nodige gevaren met zich meebrengt. Want ik heb al heel wat bijna takken in het oog gehad en zo nu we dan strijkt er wel eens een tak mijn hoed van mijn hoofd, wat uitermate irritant en vernederend ook is. Wat weer een element is van de introvert, die stoornis maakt hem razend. Hè? Ik heb wel eens met een paraplu op een boom ingeslagen. Zo woedend was ik dat mijn hoed van mijn hoofd werd gestreken. Ik ben nog blij dat niemand dat heeft gezien. Dan kun je ook een relatie tussen introversie en muziek aangeven? Jawel, ik zou dan direct denken aan Waakter. Niet nou direct de meest in zijn geheel introverte man, maar waar ik zoveel aan beleef, wat
mij eenvoudig verwijst naar de intimiteit van het eigen geestesleven. Hij was zeer verstrikt. Bijna het snijpunt van alle grote tegenspraken in de 19e eeuw. En die heeft hij natuurlijk als kunstenaar niet opgelost, maar hij heeft ze wel getild in de laag van de muze. Hij heeft het hele problematiek van de tegenspraak zeer verhevig. Ik denk dat ik dan nu ga, toch? Ja, Brakman werd de mond gesnoerd. Ik neem even het woord. Ik heb deze editie van Leesclubje, niet zo'n mooie eerste editie, maar de nieuwe uitgave, die werd mij enkele weken geleden toegestuurd. En in mijn hoedanigheid als lezer en als revisor-redacteur werd me allereerst gevraagd of ik er iets aan vond. En toen het antwoord ja was, of ik er iets over wilde zeggen. Dus ik heb een column over, vooral over dit boek en over mijn bevindingen daarbij. Laatst kreeg ik ruzie met iemand die mij dierbaar was en ondanks die ruzie nog steeds is. Of eigenlijk kreeg diegene vooral ruzie met mij. Ik zei bijna niets en ik stond stil. En uit de mond tegenover de mijne kwamen allerlei verwijten, hier en daar een scheldwoord erachteraan. En ik zal nu niet beweren dat ik dat allemaal direct van me liet afglijden. Sommige woorden raakten me, ze waren hard, ze waren wat persoonlijk. Maar ik betrapte me tegelijkertijd ook op de gedachte, ja, hier moet ik eens over gaan schrijven. Ik moet nu heel zorgvuldig opletten wat er tegen me gezegd wordt. Want dit kan misschien boeiend proza opleveren. En als het sociaal gezien enigszins geaccepteerd was, had ik het liefst ter plaatse een klapblok gepakt en meegeschreven met wat er allemaal naar mijn hoofd werd geslingerd. Ik wilde alles vastleggen en daardoor onttrok ik me natuurlijk ook aan wat er nou eigenlijk gebeurde. Pas in tweede instantie kwam het besef. Misschien denk ik dit alles wel extra nu, omdat ik sinds kort Brakman aan het lezen ben. Want deze overpeinzingen, die hadden zo in Leesclubje gepast. Inclusief de twijfel achteraf, wat was er nou eigenlijk tegen me gezegd? En wat had ik achteraf op papier, toen ik aan het schrijven was, erbij verzonnen? Wat was er nou wel en wat was er nou niet gebeurd? Afgaande op zijn sterke nawoord kon schrijver Arie Storm, die we zo zullen horen, zijn militaire dienst aan door Brakman te lezen, die hem tijdens de studie Nederlands was aangereikt. Ik volgde dezelfde studie in hetzelfde gebouw, hier vlakbij, 20 jaar later. Gelukkig hoefde ik geen militaire dienst te doorstaan, want tijdens mijn opleiding werd Brakman niet eens in een bijzin genoemd. Ik sta hier nu niet om daar schande van te spreken. We weten het allemaal, mensen worden nu eenmaal gauw vergeten, vaak terwijl ze nog leven. En ook in dat opzicht zijn schrijvers allerminst speciaal. Bovendien, nu ik onlangs bij wijze van bescheiden inhaalslag Leesclubje ging lezen, begreep ik ook wel waarom letterkundedocenten niet eindeloos zijn blijven teruggrijpen op Brakmans werk. Het heeft iets amorieus. Het lijkt losgezongen van de brede buitenwereld, van de maatschappelijke ontwikkelingen waar, zeker in een opleiding die zou moeten draaien om literatuur zelf, toch erg veel colleges en lessen aan besteed werden. Het is allemaal begrijpelijk, maar juist hierom vond ik er bij nader inzien zo jammer dat Brakman al uit het curriculum was geschrapt. Terwijl ik als student verplicht werd vaak taaie, iets wat nadrukkelijke literaire romans te lezen waarin grote maatschappelijke gebeurtenissen, al die woorden met een hoofdletter, expliciet werden benoemd of een vormende rol in het verhaal hadden. Engagement was het toverwoord. Lijkt Brakmans roman helemaal niets te maken te hebben met de tijd waarin het verhaal zich afspeelt. En niets ook met modevoorschriften, met trends of met wat zich verder ook maar in die buitenwereld allemaal voltrok. En precies hier gaat Leesclubje natuurlijk ook voor een belangrijk deel om. En juist dat maakt de roman voor mij, ook nu nog, zo interessant. Een los fragment uit Leesclubje verscheen decennia geleden in de Revisor. Het literaire blad, wat ik net al noemde, waarvan ik dus in de redactie zit en waar Brakman vaker in publiceerde. Ook als iemand nu zo'n fragment zou insturen als Brakman,
zou ik het heel graag direct plaatsen. Zo levendig, zo onderkoeld, zo onvoorspelbaar en dus spannend. Zo geestig geschreven allemaal. Wat is Leesclubje nou eigenlijk voor boek? Het is de monoloog van een man die er heel graag bij wil horen. Die wil meedoen, maar niet helemaal weet hoe. Of, wat ook kan, wil hij dat eigenlijk helemaal niet zo graag. Slalomt hij zich half lanterfantend en half juist begeesterd door de dagen en al die gekke taferelen in het boek gewoon maar wat door. Meerdere keren vroeg ik me af, ja, wat is dit nou? Wat ben ik nou aan het lezen? Is dit een thriller? Is het een komedie? Is het gewoon een lange rant van iemand die steeds verder wegzakt in zijn fantasie en die dingen maar half meemaakt omdat zijn hoofd er alweer mee aan de haal gaat? Eigenlijk weten we heel weinig over de verteller van dit boek. Vroeger woonde hij in de stad, vertelt hij aan het begin. Nu woont hij in een dorp. Hij leeft afgezonderd en hij is stilzwijgend overeengekomen, zijn woorden, dat niemand hem aanspreekt bij zijn wandelingetjes. Maar voor iemand die de dagen bij voorkeur in zijn eentje doorbrengt, heeft hij wel opvallend veel contact met anderen. Niet door overmacht, hij zoekt het zelf de hele tijd op. Zodra hij, de start van het boek, een rouwkaart met het woord leesclubje ontvangt, stapt hij daarmee de buitenwereld in. Hij knoopt praatjes aan, hij wil naar die uitvaartdienst, staan later zelfs aan het moorden, toch? Of is hij zelf het slachtoffer? Speelt een aanzienlijk gedeelte van de gebeurtenissen zich alleen af in zijn hoofd. Het blijft mogelijk. De precieze plot navertellen kan ik nu gaan doen, maar dat voelt onzinnig, omdat het verhaal voortdurend, het werd net ook al een beetje gezegd, wendingen neemt. Het is een eindeloze vertakking van zijpaden en terzijdes, die maar half te vertrouwen zijn en toch weer heel behendig bij elkaar uitkomen. Wat vervreemdend en dus goed werkt, te midden van dit alles analyseert de verteller zichzelf weinig. Hij doet vooral. En hij vertelt daarover. Schijnbaar ontspannen, soms bijna babbelend. Veel scènes in het boek zijn op zichzelf heel goed te volgen. Maar toch is er voortdurend die vraag hoe de hoofdpersoon hier, op deze ene plek, nou weer terecht is gekomen. Dan merkt de verteller na die heerlijk beschreven moordpartij. En echt, deze roman is alleen al vanwege die langgerekte scène zeer de moeite waard. Dan merkt hij alleen maar op. Doopmoe sleepte ik me naar huis. Ik opende de deur met de sleutel, stond in mijn gang en deed mijn licht aan. Alles was stil. Einde citaat. Het is bijna bezwerend, zo minutieus als al die kleine, nietzeggende handelingen daar staan. Waarom ze opschrijven? Waar wordt er hiervan afgeleid? Af en toe spreekt de verteller met de logica van iemand die al iets te lang aan de toog hangt. Een levendige stamgast. Dan noemt hij zijn werkster plotseling rustgevend lelijk. En elders merkt hij onverhoeds en in mijn ogen tamelijk komisch op. Ik herinner me met bitterheid en bijna om vergeving smekend een pluk schaamhaar, dik en groot als een matrozenvuist. En tussendoor wijst hij er fijntjes op dat hij, natuurlijk, ook maar een constructie van zijn vertelling aan het maken is. Dan heeft hij het over de gebeurtenis die ik tot het laatst van dit verhaal bewaar. En als hij mevrouw Stortebeker ontnoemt, alle lezers van Leesclubje zullen haar kennen, dan zegt hij, ik zal haar onbeholpen woorden ontdoen van alle rijke en dikke mannen, wat in de plooi strijken en zo goed mogelijk trachten weer te geven. En Paul Erna gaat het over een andere gebeurtenis die, citaat, ik om vormtechnische redenen tot het laatste bewaar. Oftewel, de verteller snijdt, snoeit, versnippert, verplaatst. En uiteraard, daar is een schrijver altijd mee bezig. Maar deze ik-figuur die wijst daar voortdurend op. Alsof hij de lezer alsmaar onder de aandacht wil brengen, hier wordt geschreven, hier wordt verzonnen. Dit is niet allemaal echt. Als er over literatuur wordt gesproken, in publieke debatten en op plekken als dit, dan worden vaak grote woorden ingezet, soms wat modieus, taal voor subsidieaanvragen, over het kweken van empathie, over het grijpen van de tijdsgeest en het duiden van maatschappelijke grote ontwikkelingen. Tegenwoordig zie ik op Instagram en Twitter ook steeds vaker schrijvers zeggen dat ze hun stem moeten laten horen over de oorlog in het publieke debat.
Volgens mij is de voornaamste taak van een schrijver iets anders. Zorgen dat mensen naar hem of haar blijven luisteren en blijven doorlezen. Zin na zin, alinea na alinea, pagina na pagina. Willem Brakman beheerste dat talent afgaande op leesclubje. Met een ironie die nergens overdadig wordt. Met veel gevoel voor onderkoeld en net niet zwelgende zinnetjes. Met alsmaar grappige wendingen op hetzelfde moment afstandelijk en intiem. Ik wilde naar deze hoofdpersoon blijven luisteren. Want het bleef alsmaar een verrassing wat er nou eigenlijk komen ging. En waar de fantasie de werkelijkheid verdrong. Of juist andersom. Je kunt deze roman zien als een slimme uitwerking van het gegeven dat iedereen alle pogingen en verlangens en verstilde handreikingen ten spijt onvermijdelijk in het eigen hoofd zit opgesloten. Dat je daar natuurlijk nooit meer uitkomt. De hoofdpersoon van Leesclubje is iemand die het beste van zijn isolement probeert te maken. Die intussen hooguit half bewust hunkert naar iets wat hij toch nooit helemaal krijgt. Zullen we het aandacht noemen? Liefde, waardering. We krijgen alleen zijn verstoorde ik-perspectief mee. En de buitenwereld, die bestaat uit allemaal andere ik-perspectieven die je nooit helemaal zult kunnen vangen. Ze blijven onbereikbaar. Hoe goed je ook om je heen kijkt, hoeveel boeken je ook schrijft, hoe graag je ook onderdompelt in fictie, hoeveel verhalen je ook aandikt of verzint of gewoon navertelt. Je bent alleen. Dat is de basisvoorwaarde. En zie daar maar eens zo'n vervreemdend, grappig en stiekem ook ontroerend boek omheen te schrijven. Dank u wel. Goedenavond. Er liggen inmiddels al meerdere leesclubjes. Goeie verzameling. Ik heb het ook op A4 nog. We gaan voor deze. Ik ga een scène voorlezen of een fragment voorlezen waar al over gesproken is uit het leesclubje. Ik koos de weg door het park met de vijver. Het was er zo donker dat het pad als het ware regelrecht in het niet scheen te voeren. Snaterend hing hij aan mijn arm, nu en dan struikelend. We bleven staan. Of liever, ik bleef staan en hij gehoorzaamde als een willoze pop. In de buurt klakkerde water. Vreemd, want er was nauwelijks wind. Er stond maar een zuchtje dat nauwelijks voldoende was voor een veeg of rimpeling. Desondanks klakkerde het water. En ik legde dat met kracht aan mezelf uit als een teken. Een zacht roepen en lokken. Een aandringen. Griezelig, hè? Zei Colijn. Onheimelijk. En daarna begon hij te lachen. Zeldzaam, want ik wist met absolute zekerheid dat hij op de hoogte was van het gevaar. Zijn nerveuze gekeer en wapperende handen wezen daarop. Maar hij bedroog zich natuurlijk wat betreft de aard en de nabijheid ervan. Hij begon nu met zachte stem te zingen. Bibberig, smekend haast. Maar ik bleef onverbiddelijk naast hem en zorgde ervoor dat hij niet te veel van de koers afweek. Plotseling begon hij echter te declameren. Wat me een ongunstig symptoom leek van een langzame ontnuchtering. Ik heb haar peignoir nog hier. Die tweedehands versleten, grof gebloemd, haast als een schort haar lijf omsloot, weende hij. Verdomme, mompelde ik voor mezelf. Ik voelde dat ik mij moest haasten, maar hoe? De heer Colijn zelf wees mij de weg door uitnodigend te struikelen. En dat ging zo snel dat het was alsof hij plotseling voor de helft in de grond verdween. Ik haalde de hamer uit mijn binnenzak en zocht in het donker, turend naar de plaats van zijn hoofd. Dat was veel moeilijker dan ik had gedacht, want we waren juist op een plek aangekomen waar een lantaarn over lage boomte scheen, net in mijn gezicht, zodat het donker eronder ondoordringbaar was. Mijn bedoeling was om met één hand zijn bol op te sporen, om na de plaatsbepaling met een geweldige tok alle problemen op te lossen. Om buiten het licht te blijven, hupte ik op mijn hurk in het rond, de hamer geheven. Maar ik had de indruk dat hij danig bezig was op handen en knieën uit de voeten te maken. Nog onverwachts had ik hem bij zijn haren, mikte kort en sloeg toe. Ik moet zeggen dat hij zich niet dapper verweerde, maar het meest afschuwelijke deed wat in dergelijke gevallen mogelijk is. Hij begon te schreeuwen.
help, moord en meer van dat vrijs. Hij produceerde een onthutsend krachtig en mannelijk geluid, heel hel, vooral dat help, dat ik als een pijl over het donkere water van de vijver zag scheren. Ik had het geluk met de voet krachtig in de buik of misschien in de borst te raken, zodat hij al meteen een toontje lager begon te zingen. En toen ik eenmaal op deze manier goed zijn positie had bepaald, wierp ik mij met alle kracht in die richting en had tegelijk mijn vingers om zijn keel. Zijn gebrul smorend, maar helaas niet lang genoeg. Woedend om al die onnodige moeite ramde ik de plaats waaruit het afschuwelijke geschreeuw opsteeg in elkaar. Drukte mijn knokkels alle plaatsen in waar ik meende ogen te zien glimmen en trachtte zoveel mogelijk edele delen te raken met knieën en ellebogen. Niets hielp. Integendeel, het onzagwekkende geschrei steeg als een zeil ten hemel. Een hels en hees geloei als van een koe, dat waarachtig zelfs een lichtglans verspreidde. Nooit had ik kunnen vermoeden dat het geluid van de ware doodsnood lichtgevend was. Maar dat is zo. Een licht fosforcerende gloed koepelde zich over het park, die hem echter noodlottig werd, daar het mij meer overzicht van de situatie verschafte. Om te beginnen zag ik vlak voor me zijn enorm wijd gesperde mond, de bron naar het mij voorkwam van alle ellende. En even ziedend als vastbesloten een voor mij noodzakelijke stilte te scheppen, beukte ik erop los, tot hij mij onverwachts een lauwe gulp in het gezicht spuwde. Een brede straal bloedsoep spoot uit het duister in mijn gezicht, of erger nog, in mijn mond, die natuurlijk ook wijd open stond. Tot in de witte pit van mijn gedarmte gilde weerzin en ontzetting. En wurgend en brakend tracht ik mij te ontdoen, te reinigen van het in mijn mond stollende slijm en de zoete, ondraaglijke, warme pap die zich voor mijn gevoel overal in mijn lijf vasthechtte en zoog. De nacht kwam tot leven. Zijn geschreeuw had spook uit hun hol gejaagd en hier en daar hoorde ik al dat geroep van hallo, en is daar iemand? Zelfs meende ik even schreden te horen. En het vreemde was dat mij dat totaal niets uitmaakte. Ik had op dat moment al wat anders te doen. En vermoedelijk was dat ook de reden dat de figuren zich weer verwijderden, even drollig als ze gekomen waren. Voor mij in de schemering zat de heer Colijn op zijn knieën. Zijn armen had hij geheven en hij wiegde van de beroerdigheid. Alsjeblieft, riep hij hoog en jammerend, doe mij niets aan, want ik ben de heer Colijn. Naast biograaf Nico Keuning hebben we dus hier schrijver Arie Storm. Dat zie ik voorstellen dat we beginnen. Nico heeft namelijk toch wel iets over de biografie kunnen vertellen. Zoals straks vast iets over de totstandkoming en de achtergrond ervan vertellen, neem ik aan. Maar ik denk dat ik naast het publiek benieuwd ben hoe Arie, jij als schrijver bij Brakman terecht bent gekomen. Thomas, die wees erop dat je in je nawoord iets vertelt over een dienstperiode. Maar ik was benieuwd of je in iets meer details zou willen treden. Hoe ben je bewonderaar van Brakman geworden? Ja, ik dacht ik leg wat boeken neer voor als het gesprek stilvalt of zo. Maar, ja, Thomas zei het al een klein beetje. Ben ik te verstaan voor iedereen met deze? Oké. Okay. Ja, niet dat ik zo heel veel belangrijks te zeggen heb, maar toch ook wel een klein beetje. Ik ben op Brakman gewezen door een docent aan de Universiteit van Amsterdam. In de Frans Zee erover. Hij hechtte erg aan die zee. Frans Zee erover. En ik ging toen de werkgroep volgen. Je hebt nog steeds werkgroepen, neem ik aan, maar ik weet. Je had toen de werkgroep nog. Oh, die zijn er nog. En die heette Hoogste Tijd voor Intertextualiteit. Dat had Frans verzonnen. En dat Hoogste Tijd verwees naar de roman Hoogste Tijd van Harry Moelis. En intertextualiteit is het literatuurtheoretisch concept waarmee je naar boeken kunt kijken. En ik was toen tegen Harry Moelis in die tijd. Dat is later veranderd. Ik had me eigenlijk ingeschreven, maar misschien voert dit wat te ver om te vertellen. Maar bij de werkgroep Leren Recenseren van Tom van Deel. T. van Deel. Hij is genoemd. In ja. En dat was misschien een kortere weg naar Brakman geweest op een bepaalde manier, maar daar komen we misschien wel op te spreken. Maar ik was te laat met. Ja, ik zat in een beetje vage periode van mijn leven. Ik was te laat met inschrijven. En Tom van Deel zei, we hebben al één bijeenkomst gehad en je gaat nu de intimiteit van de werkgroep verstoren. Die inderdaad voor de rest uitsluitend uit jonge dames bestond. En, onder andere mijn latere vrouw.
En toen kon ik me nog wel bij Frans de Rover inschrijven, hoewel ik dus tegen Moody's was. En rondom Moody's heen moesten we andere boeken lezen. Waarin veel verwezen werd naar andere literatuur, hè, het thema van de intertextualiteit. Ik kan me van C.S. Notenboom herinneren. En onder andere de Oorveeg van Willem Brakman. En daar stonden we allemaal een beetje angstig tegenover. Want Brakman heeft een moeilijke naam. Nou, de naam zelf is niet moeilijk, maar een moeilijke schrijver was het idee. En erover kreeg ons toen over de streep door te zeggen, het is de enige Nederlandse schrijver, ik schreef toen nog niet, het is de enige Nederlandse schrijver waar je heel erg om moet lachen. En ja, daar is begonnen. Ja. Ja, en toen heb je opgevolgd, toen ben je inderdaad Brakman gaan lezen. Nou, ik ben eerst vastgelopen. Ik las de Oorveeg, de eerste 30 bladzijden, en ik dacht, ik snap er echt geen hol van. En toen zei Frans, nee, je moet gewoon opnieuw beginnen. Dus ik opnieuw beginnen. En op een gegeven moment klopte het, vond ik het echt heel grappig en intelligent. Ik heb alles van Brakman gelezen. Na mijn studie moest ik in militaire dienst. Nou ja, dat vertelde Thomas wel even, naar aanleiding van het nawoord van mij. Voor militaire dienst bestond toen in die tijd. In die tijd was iedereen tegen militaire dienst. Dat is nu anders in verband met de Rus. Iedereen was tegen militaire dienst, dus je ging er met frisse tegenzin heen. En je moest in mijn herinnering heel veel in de trein zitten, ernaartoe. En heel veel in de kazerne zitten op bed. En dus ik had heel veel tijd om Brakman te lezen. Dus dan heb ik door het hele oeuvre zo'n beetje wat er toen was heen gewerkt. Ja. Dus toen ben je net op dreef geraakt en ook liefhebber geworden. En ik denk dat dat iets goed is om mee te beginnen als we het over Brakman hebben. Dat op te merken dat hij een schrijver is die weliswaar misschien een moeilijke naam heeft, komen we ook zo nog op, maar hartstochtelijk bewonderd wordt. En dat ook al vrij lang zo. Ik heb wat papieren erbij. Ja, hij is natuurlijk een van de zeldzame schrijvers die al bij leven kon rekenen op een genootschap van connoisseurs, namelijk de Brakman-kring. Ik weet of er aanwezige leden zijn, of oud-leden van de Brakman-kring. Dat gaat niet, maar... Misschien Steven Brakman, de zoon, is aanwezig geweest. Nou, ik ben geen lid, maar wel vaak aanwezig. Maar dus inderdaad, dan als context, zou je uit kunnen leggen wat die Brakman-kring precies was? Even in een losse zin. Nou ja, het waren onder aanvoering van Jos Paardenkoper, was een taalkundige. Werd er een gezelschap, een genootschap in het leven geroepen. Je zou met Brakman kunnen zeggen, dat is bij het leesclubje een voddelijk clubje. En daar werd het werk besproken, geanalyseerd. En soms werd er iemand uitgenodigd, een recensent, criticus. Arjan Peters heeft wel eens een voordracht gehouden voor de Brakman-kring. En ik geloof dat ze één keer per jaar bij elkaar kwamen. En er was ook een nieuwsbrief. En dat was een lijvig werkje. Heeft toch wel enkele decennia, geloof ik, bestaan. Ja, indrukwekkend inderdaad. En ook een paar critici, Tom van Deel werd al genoemd, Janet Luijs. Ja, dat was de eerste biograaf van Brakman. Ja, hij heeft uiteindelijk geen biografie geschreven. Gerrit-Jan Klein-Rens, ik was de secretaris van het genootschap, was het toch? Genootschap, ja. Ja, ja. Dat was wel de Brakman, ja, de vleesgeworden Brakman-fan. Ja. Maar inderdaad, fans had hij, dat zelf was duidelijk. En het leek me interessant om stil te staan bij de vraag waar die aantrekkingskracht in zat. Ik heb mijn gooi uit de losse pols was dat toch een soort bepaald universum aan zit. En ik noem het nog een keer omdat Nico, jij dat ook al, dat woord ook al liet vallen. Een soort Brakman-universum, een eigen mythologie. Hoe zouden we die hier kunnen uitleggen? Waar bestaat die uit? Oh, die schone taak is aan mij. ik heb een stukje, dat wil ik wel voorlezen, want dan snap je het meteen. Of je snapt het niet en dan houdt het gewoon op. Ik had het al over dat Brakman zo ontzettend geestig is of grappig. Ja, dat is ook een beetje persoonsgebonden, want waar de ene om moet lachen, dat vindt de ander niks aan. Maar en er was nog iets wat me in dat werk vanaf begin af aan meteen ontzettend aansprak. Het zijn heel veel dingen, maar één ding is dat hij ook uit Den Haag kwam, net als ik. Dat scheelt misschien een beetje. Dat is een beetje een plat motief, maar dat werkt wel. Ik herinner me dat ik ging toen ook met Josje vaak. We zijn even drie of vier keer geweest naar
bijeenkomst waar Brakman werd geïnterviewd. En de eerste keer dat ik hem hoorde geïnterviewd worden, nou, ik schrok niet, maar dan had hij het over Schopenhauer en Heidegger. Een soort thuiskomen en ook vreemd. Dus hij sprak filosofen heel haags uit. Maar het tweede is dat in zijn romans, en dat hoort ook in romans, vind ik, hij alles door elkaar gooit. Dus hij heeft nooit een recht toe recht aan verhaal, maar het verleden en heden lopen door elkaar, maar dan ook zonder dat hij dat aangeeft, zeg maar. Dus daar kunnen veel mensen de weg in kwijtraken, maar in mijn hoofd werkt het ook een beetje zo, dus dat spreekt mij, dus ik spreek jou nu, maar ik zit nu te denken aan de keer dat ik jou voor het eerst sprak, en dat is eigenlijk eenzelfde gelegenheid geworden. Dan zit je ook nog aan Den Haag te denken, en dat... Nou, ik zal stukjes ook een klein stukje voorlezen, of is dat niet... Het is echt een klein stukje, hoor, maar dan weet je meteen wat ik bedoel. Dat is hij ging een autobiografie schrijven op een gegeven moment, Pop op de bank. Nico knikt instemmend, die weet dat natuurlijk. Daar lees ik een fragmentje voor. Ik werd naar de kamer gesleept die de schoolarts ook altijd gebruikt. Daar op de tafel gelegd en de kwekeling met akten haalde met de perfecte bewegingen van een jarenlange gewoonte tevoorschijn. Woordeloos, zo slim was hij wel, uit angst dat ik zijn stem zou herkennen. O jee, schreeuwde ik, toch nog zoekend naar de juiste toon. Dat niet, niet mijn piemel alsjeblieft. Maar de behulpzame handen die in dergelijke situaties nooit ontbreken, haalden mijn kobus uit zijn schuilhoek en in 2-3 halen was alles alweer achter de rug. Het was Beppie, een klasgenootje, zelf wie met fijne tact was toegestaan het geheel triomfantelijk omhoog te tillen en door het raam te keilen tot midden op de speelplaats waar veel zon was en de voeten van veel belangstellenden in aantocht. Gaat het kind, riep de heer Besteman bezorgd. De gang naar huis zal ik niet licht vergeten. Geen heer meer, maar ook geen dame. En het duurde ook nog vreselijk lang voor de deur werd opengedaan. Ik stapte naar binnen, nam mijn hoed af en bette het voorhoofd. Wat ben je weer vroeg, zei mijn moeder boven aan de trap. Ga nog maar wat buiten spelen met het mooie weer. We eten nog lang niet. Ja, ik vind dat dus heel grappig. Maar wat ik dus, behalve dat ik het grappig vind, en het is trouwens een soort gevleugelde kreet bij ons thuis, maar nu onthul ik misschien te veel niet mijn piem, maar goed. Wat er natuurlijk zo knap aan is, is dat die jeugdherinnering, of die schoolherinnering, die al natuurlijk niet een echte herinnering is, nog wat gekker maakt, doordat hij als oude man zich bij zijn moeder meldt, en die reageert er helemaal niet op. Je moet een goede grap eigenlijk nooit uitleggen, maar goed. Maar dat is wel, daar kunnen we uitstekend op verder, want je noemt inderdaad al dat Den Haag en je noemt inderdaad het vermengen van herinnering en heden. En dat daar komen we weer bij Nico terecht, van wat je net al, hoe je de biografie net al introduceerde. Het ontzettend grote belang van de jeugd voor dat oeuvre. En ik kwam zelf al bladerend weer een zin tegen uit de Jojo van de Lezer, een essaybundel. Waarin Brakman zelf schrijft, mijn drang om te schrijven is niet los te denken van de nimmer aflatende druk der kinderbeelden. Zo beschrijft hij dat ook zelf. Dus inderdaad, er is iets in de jeugd wat eruit moet. Lijkt. Dus is dat universum, dat weet jij meer te plaatsen in die jeugd zelf? En in wat voor gebeurtenissen of wat voor omstandigheden moeten we dan aan denken, aan die waarneming die je al noemde? Ja, dat zijn gebeurtenissen op school. Dat is dat hij een vernedering ondergaat. Dat hij een tekening heeft gemaakt, onder andere. En dat de meester niet gelooft dat hij die tekening gemaakt heeft. Het onbegrip, dus hij heeft dat net al in het filmpje over het misverstand. En hij loopt voortdurend tegen misverstanden aan. Maar ook natuurlijk met meisjes. Hij kijkt hoe jongens met meisjes omgaan. Hij is daar zelf absoluut niet toe in staat. Dus daar zit al een licht, observeren wordt ook een vorm van voyeurisme, zou je kunnen zeggen. En juist omdat je het niet geen deel aanneemt, ga je kijken. En dat is wat hij in zijn jeugd heel veel heeft gedaan. Maar ook op de Tesselse plein, daar waren wasvrouwen bezig met stoomwolken en zo. Dat was een soort, avant Fellini zou ik bijna zeggen. Tafereel wat zich daar afspeelde. En dat maakte ook indruk op hem. Armen van vrouwen.
werkende vrouwen, veel vlees en borsten. En ook meisjes, blank, wit. Nou ja, dat zijn allemaal indrukken die een plaats hebben gekregen en die een soort eeuwigheidswaarde in zijn universum hebben gekregen. Het komt ook terug als hij student is, dat hij een dood meisje ziet voor het eerst. Als arts. Als arts, student. En dat hij moet gaan snijden. Wit is dus een vorm van dood, maar het is ook de ideale schoonheid. Victoriaans ook natuurlijk, hè? Dus hij is ook een 19e eeuwer. Zit ook heel dicht bij de Engelse literatuur. Nou ja, zo zie je dat al die indrukken als kind, meisjes, vrouwen, het onbereikbare, maar wel kijken, observeren, dat dat ook in zijn studententijd een rol speelt. En dat dat verweven wordt met elkaar, dat als koningin Astrid dan overlijdt op jonge leeftijd, en dat heeft ook een enorme indruk op hem gemaakt. Hij knipte alles uit en had een enorme la in zijn bureau over koningin Astrid. En hij heeft dat later ook nog met iemand van de Brakman-kring, met Albert Megens, die ook over Brakman veel heeft gepubliceerd, gedeeld. Die had een hele huiskamer half ingericht over koningin Astrid. Dus die twee mannen bij elkaar, er waren koektrommels met koningin Astrid en ansichtkaarten. En er is nog steeds op de sterfdag in België bij bakkerijen zijn de koningin Astrid koekjes en taartjes en zo. Dat wordt nog steeds herdacht dat zij een auto-ongeluk kreeg en op jonge leeftijd overleed. Nou ja, ik begin nu zelf bijna een beetje Brakman te worden, dat alles met alles samenhangt en dat je dus eindeloos kunt vertellen over hoe de indrukken en ook de werkelijkheid en fantasie samenhangen. Ja, dus hij vond daar bepaalde symbolen of de gebeurtenissen die symbolen in zijn werk zouden worden. En hij werd een waarnemer. Dus hij begon daar met kijken, observeren. Ja, ja. Dat zintuigelijke van zijn werk komt daar, begint daar in dat ja, een ander hoofdonderdeel van dat werk. We hebben het over stijl gehad, maar er is veel voorgelezen. Dus dat horen we inderdaad. Maar een ander deel wat hij zelf ook vaak benoemd heeft en wat minder direct aan de ter sprake kwam, is de inval. Een aspect van het schrijven dat hij zelf centraal stelde. Hij noemde zichzelf in een interview met Arjen Fortuyn diepgelovig wat betreft de inval. En hij beschrijft ook de inval, dus inderdaad wat tot je komt bij het schrijven, als het moment waarop weer duidelijk wordt wat vroeger is gezien. Een soort terugvatten van iets bepaalds. En ik... Thomas die beschreef al hoe het voelt om Brakman te lezen. En die voelt om al die wendingen te volgen en in dat schrijversbrein mee te gaan. Misschien kunnen we even stilstaan bij wat inderdaad hoe dat schrijven in zijn werk ging voor Brakman zelf. Je hebt natuurlijk naar manuscripten gekeken. Ik was benieuwd hoe inderdaad dat invalsgerichte schrijven werkt. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Hoe komt zo'n boek tot stand? Wim Noordhoek, die ook veel heeft gecorrespondeerd met Willem Brakman, die zei, Willem schrijft zijn neus achterna. En dat is eigenlijk wel een mooie uitdrukking, omdat het heel associatief is. Dus wat ik net ook zei, dat hij wel bepaalde punten heeft, zo gaat het verhaal vorm krijgen. Maar hij gaat schrijven en hij laat zich ook verrassen. Hij verdwaalt eigenlijk net als de lezer. Het is dan eindig door het aantal bladzijden. Maar hij laat zich helemaal leiden, associatief, met indrukken. Als je kijkt bijvoorbeeld hoe Leesclubje is geschreven. Het begint met een rouwkaart, de ontvangst. Dan denkt hij, ik hou niet van rouwkaarten. Want dat is allemaal na een lang lijden en na veel strijd. En daar heb ik geen zin in, want als ik dan na ontbijt, dan is zo'n plakje kaas, krijgt een heel andere smaak. Ziet er heel anders uit door die rouwkaart. En dat gooit hij dan in een prullenbak met zo'n bewegende afvalbak. En dat noemt hij dan de wichelwaggel. Dus de rouwkaart gaat in de wichelwaggel. Dan gaat hij naar het station, dat is uitgenodigd voor het leesclubje. Dus na de overpeinzing, uitweiding over een rouwkaart, gaat hij naar een station. Wat is een station? Hoe ga je naar een station? Hoe kom je aan waar op een perron? Wat is de sfeer op een perron? Dan komt de trein. Hoe stap je in een trein? Waar ga je zitten? Hoe is het om in een hoekje van een coupé te zitten? En je zit helemaal in het hoofd van Brakman. In die trein. En hij praat maar door en hij schrijft maar door. En op een gegeven moment stapt hij uit
En dan zijn we bij de begrafenis. Want daar is hij voor uitgenodigd. En we weten het leesclubje. Nou ja, daar komen allerhande prachtige beschrijvingen, uitweidingen, overpeinzingen. En pas op bladzijde 103, dan zijn we er over de helft, ver over de helft van het boek, verschijnt ineens iemand, mevrouw Zwaan, van het leesclubje. Dan denk je, ah, daar begon het mee, hè, op de eerste bladzijde. Maar dat associatieve, dat is wel een hele wilde vorm, zou je bijna zeggen. Ja, wat beginnende schrijvers altijd leren, is dat schrijven schappen is. Hè? Dus dat je altijd te veel schrijft en dat je dan dingen moet weghalen. Bij Brakman zie je volkomen terecht het omgekeerde gebeuren. Hij kijkt, dat wat Lilou voorlas, dat is ook een heel goed voorbeeld daarvan, die moord. En hij kijkt heel goed hoe je zoveel mogelijk, hoe je die eigenlijk kan uitpersen. Hoe je die kan uitwringen, totdat je echt want het gaat straks nog een stuk voorlezen, nou ik zal niet veel verklappen voor, maar dan krijg je wat ik dan het Brakman motief noemt. Het is voorbij, maar het is nog niet voorbij. het gaat nog even door. Wat hij doet, een beetje in het verlengde van Nico. Tenminste, als ik het technisch naar kijk, hoor. Maar op een gegeven moment ga je dat ook zo lezen. Je hebt heel veel mensen die vinden zichzelf een leuk gek mens. He, die hebben een aparte kijk op de werkelijkheid. Dat is eigenlijk nooit een aparte kijk op de werkelijkheid. Omdat het nooit ver genoeg gaat. Omdat het altijd bedeesd is. Van, ik ben zo raar, ik ben een affaire begonnen met de buurvrouw. Nou, dat doet iedereen. Nou, ik niet, maar dat doet verder iedereen. Dus dat is verder helemaal niet zo heel gek. Definitief genoeg. Nee. En wat je bij Brakman ziet, is dat hij bijvoorbeeld bij een van mijn favorieten is het doodgezegde park. En daar zit een enorme liefdesaffaire in met een andere mevrouw. Daar die is onbereikbaar. En aan het eind, maar dat is bij Brakman nooit erg. Aan het slot heeft hij daar eindelijk in bed gekregen. Mevrouw Reijnen heet ze. En dan zegt hij, en dan is de daad is verricht. Dan zegt mevrouw Reijnen, mag ik u mevrouw Vlielander noemen? en dan blijkt hij eigenlijk toch van iemand anders. Ja. Dus, hij gaat altijd iets verder dan een slechte schrijver. Een gewone schrijver zou stoppen. Hij gaat nog even één stapje verder. En dat is wel. Ja, dus dat is een beetje het verlengde van. Bijvoorbeeld ook als je naar een leesclubje. Hè, het is natuurlijk wel een raar idee dat je naar een begrafenis wil. Dat is niet iets wat je per se zoekt. Maar die rouwkaart komt binnen. Die is niet voor hem. hij gooit hem ook meteen in de wichelwaggel. En dan besluit hij er toch heen te gaan. Omdat het misschien toch wel een leuk uitstapje is. En dan neemt hij een fijne reep chocola mee in de trein. Dat is dan weer zo'n detail. En daar zit hij dan te smikkelen en te smullen in de trein. Het is op het randje van oudbollig. Het is ook een beetje. Maar je krijgt bijna zin om naar een begrafenis te gaan. En je vergeet ook dat hij er eigenlijk niks mee te maken heeft. Dus, en dat zie je ook heel vaak. Als mensen schrijven, dan zijn gevoelens heilig voor mensen. Dus je gaat geen grappen maken over de dood. En je gaat ook geen grappen maken over treurnis over de dood. En dat gebeurt precies in leesclubje. Hij heeft er niets mee te maken, maar hij is de eerste die zich uitgebreid laat condoleren. Hij sleept eruit wat erin zit en grijpt naar zijn hart. Het is inderdaad wel, het is allemaal wel erg. En volgens mij, dat is grappig, maar dat laat ook iets zien wat mensen ook hebben in het echt. Ik heb net nu een uitvaart meegemaakt, die doe er een beetje grappig over. Maar ik heb ook die neiging om dat groter te maken. Dat, aan de ene kant is het erg, aan de andere kant wil je ook je dat leed niet laten afpakken. Je wilt ook, het gaat wel weer. En dat zie je, dat maakt hem zo grappig en groot schrijver, denk ik. Behalve dan die stijl en allerlei andere dingen. Ja. Dus hij laat zich meevoeren op een bepaalde manier. Of hij gaat inderdaad steeds verder, blijft doorschrijven, blijft associëren. En krijgt jullie, of de meeste lezers hier dan denk ik ook met hem mee. En terugkomend op wat Arie in het nawoord schrijft. En suggereert dat in dat universum van Brakman fantasie en werkelijkheid vaak door elkaar lopen. Echt en nep. Wat in het hoofd gebeurt en wat in de wereld gebeurt, is vaak moeilijk te zeggen waar we nou precies zijn. Thomas die noemde dat eveneens. En je verbindt het ook aan een paar delen van wat in de biografie genoemd wordt. Over wat Brakman los van zijn schrijftafel voor mens precies was. En dan schets je een beeld van iemand die inderdaad ook niet alleen in zijn boeken in de verbeelding leeft, maar ook daarbuiten veel in zijn hoofd zit. Moeilijk contact maakt met mensen. En Nico, dat is inderdaad ook een beeld dat jij schetst. Iemand die inderdaad echt, zoals in het filmpje dat je liet zien, introvert is.
zelf was niet bepaald apologetisch over excentriek gedrag en schrijven. Van, ik heb uit het Groen van Delvaux uit 96 een citaat. Wat vaak noemde in interviews rond mij, normale mensen schrijven geen mooie boeken. Dat was inderdaad zijn uitgangspunt. Het gaat niet om normaal zijn of niet. Maar wat voor een mens was het inderdaad dat achter dit werk, school? In hoeverre is dat werk een uitdrukking van wat er in dat dagelijks leven gebeurde? Of staat het inderdaad echt helemaal in het domein van de verbeelding? Is het echt puur een spel daarmee geweest? Ja, het is wel gebouwd op autobiografische elementen. Dus er zit een bron van authenticiteit in. En daaromheen fantaseert hij, maakt hij een verhaal. Maar kijk, dat is wel weer de bonus. Als je behalve één boek meer boeken leest van Brakman, dan word je nog extra beloond. Want dan zie je ook gewoon al die verschijnselen, al die personen, al die plekken, die blijven maar terugkeren in een heel ander verhaal. Maar het lijkt toch wel gewoon, het is eigenlijk alsof je in een heel wonderlijk niet bestaand decor toch ineens een bordje naarden ziet staan. Of Vromen Dreesman, dat je denkt, hé, dat ken ik, dat is iets bekends. En dat soort punten zitten er ook in. Maar ook natuurlijk door zijn volkomen realistische stijl van schrijven. Je kunt natuurlijk op een hele mooie, realistische manier in een volkomen droomwereld, een fantasiewereld beschrijven. En daar is hij wel heel meesterlijk in, dat je vanaf het begin, dat je denkt, ja, het is meteen vanaf de eerste bladzijde zo goed geschreven. Je gaat gewoon mee. Het heeft bijna niet eens een aanloop nodig, zou je zeggen. Hè? Maar goed, die autobiografische elementen die erin zitten, de plekken, dat is wel iets essentieels. En daarin zit ook wel echt Den Haag. Je hebt natuurlijk zand en veen, was het, geloof ik. Hè? Dat hoog en laag, hè, in hogere kringen, verliefd in hogere kringen. Je ziet ook dat Haagse element dat ook altijd terugkeert. Dus er zit ook een levensbeschouwelijk element tegelijkertijd in. En dus waar de villa's staan, dat hij ook wel als kind naar de Bataaf loopt, waar de tennisvereniging is. Maar het is allemaal natuurlijk onbereikbaar. En niet zozeer als buitenwereld zoals de rest onbereikbaar is, maar dat is toch gewoon hoog en laag. En dus hij heeft als jongetje uit Duindorp nooit contact met die hogere kringen gehad. En dat speelt ook mee. En dat speelt ook in Leesclubje bijvoorbeeld. Dat is wel een grappig moment dat hij toch kijkt naar die vrouw. En is bijvoorbeeld mevrouw Zwaan, is door een gebeurtenis, hè, waar hij van zegt, daar kom ik later nog op terug. Er is iets vreselijks gebeurd. Dan blijkt dat haar dochter ernstig ziek is geworden. En daardoor is die mevrouw Zwaan heel erg mager geworden. Ze heeft een heel erg vertekend gezicht gekregen. En dan beschrijft hij dat gezicht als een gezicht met rimpels, handtekeningen en veel doorhalingen. En doorstrepingen. En dan ziet ze er uiteindelijk zo krakkelee uit dat er ineens als voordeel komt dat ze er artistiek uitziet. En dan begint ze een leesclubje. Nou, dat is een fantastisch element. Mag ik een afvallend voorbeeld? Of ik heb toevallig de koningin, of niet helemaal toevallig, maar ik heb De Koning is Dood bij me, een roman. En die speelt in Den Haag. Daar neemt, dat is ook een typisch Brakman motief, de hoofdpersoon neemt het huis van dokter Van Heel over. Wat er met dokter Van Heel gebeurd is een raadsel. Maar opeens blijkt onze verteller huisarts te zijn, zonder diploma. Op bladzijde 101 of zo constateert hij ook dat hij godzijdank geen patiënten heeft. En op bladzijde 153 denkt hij, het wordt hier veel te druk, ik ga ze wegjagen. Terwijl in het boek hebben we nog geen patiënt gezien, maar goed. Dat is wat Nico zegt, het speelt in een herkenbare omgeving. En die openingszin is ook, dan hebben we het over de Korte Vijverberg en de Hofvijver en het Binnenhof. En dat is allemaal gewoon normaal Nederlands. En ook dat ik denk, ja, daar ben ik geboren, dat ken ik allemaal. En dan staat er opeens dat er ook het lusthuisje is. En dat is dan met SCH en een Y gespeld. Dus je wordt,
langzaam die wereld ingezogen. Want dat is eigenlijk eigenaar. Ik heb nog even gegoogeld vanmiddag. Er is niet op het Binnenhof. Er is wel zo'n huisje, maar het wordt niet zo gespeld. En de tweede zin zit wel onder het Binnenhof. Zitten we ondergronds in de laag. Dan blijken er doorgaande gangen te zijn. Van boekhandels naar het postkantoor. En in die doorgaande gangen ligt dan ook nog de koning te sterven. En dan gaan we af en toe weer naar boven. En dat klinkt een beetje flauw als ik dat nu zo zeg, maar dat levert een volkomen overtuigend universum op. Omdat ik de hele tijd denk, ik ben de weg kwijt. En denk, oh ja, nee, nu zijn we weer gewoon op het spui. Het is ook een van onze weinige schrijvers die ook niet echt zijn best doet om dat realisme lang vol te houden. Of zo. En dat laat hij toch wel gewoon, dat durft hij los te laten. Hij lijkt eigenlijk heel erg op Reven, als ik erover nadenk. Die heeft hetzelfde. Maar goed, het wordt een ander verhaal misschien. Het is inderdaad een wonderlijke innerlijke behoefte om voortdurend een sprong te maken. Ja. Oh ja. Ja, sorry. Ja, het is een wonderlijke behoefte, innerlijke behoefte van hem om steeds een sprong te maken. Alsof hij zich heel snel verveelt. En als je te lang iets vertelt. En we hebben net gehoord hoe mooi zo'n scène in die vijver, een moordpartij, hoe hij dat vertelt, hoe hij dat schrijft. Maar dan moet dat niet te lang duren. Dan heeft hij alweer allerhande ideeën in zijn hoofd om weer eens iets anders, een ander weg in te slaan. Ja, snelheid, werkelijkheid, fantasie, het is er allemaal. En het is natuurlijk des Brakmans om te monologiseren, maar ik wilde ook nog de ruimte geven voor vragen uit het publiek. Dus mocht er iemand zijn die een opmerking, aanvulling, vraag heeft voor of Arie Storm, Nico Keuning, dan kunt u zich melden. Alles is duidelijk. Misschien nog wel even aardig om want de brieven, of heeft er wel iemand een vraag? Dat kan natuurlijk nog, of terwijl ik praat, dat u alvast even formuleert, want dit ga ik vragen. Maar dat ook een hele andere kant aan het schrijverschap van Brakman zit. En dat is zijn enorme productie aan brieven. En dat is een totaal andere man. Arie en ik hebben elkaar in 2008 voor het eerst ontmoet. Toen had ik het boekje bij mijn kleine uitgeverij. En ja, we hebben ook al een geschiedenis. Ja, sorry. De afwezige aanwezige. Brakman is het jaar 2008 overleden. In Boekelo. En toen heb ik allemaal liefhebbers en correspondenten met Brakman gevraagd. Zijn er brieven? Of dat heeft Gerrit-Jan Klein-Rensing gevraagd, laat ik niet overdrijven. En die heeft dat gevraagd aan Bart van Vaak, hoogleraar in Leuven. En aan Wim Noordhoek en anderen. En dan is hij heel grappig. Dus hij had ook wel de behoefte om naast zijn schrijverschap, want het was natuurlijk toch een eenzame man. En laten we wel zijn, het is wel allemaal heel grappig en hij zet het allemaal op papier om ons te bereiken daarmee. Maar hij had weinig contact. Dus hij had zijn vrienden, dan kon hij ook alleen maar over literatuur praten. Je kon met Brakman niet over iets anders praten. En dat waren allemaal liefhebbers van zijn werk. Dus hij had dat heel mooi geanceneerd door een heel leuk clubje eigenlijk om zich heen te verzamelen. En met hen ging hij dan ook corresponderen. En dat zie je al ook met Vestdijk, dat het voortdurend een vorm is ook om de ander aan het lachen te maken. Maar heel realistisch en ook over wat er wat hij zoal meemaakt. En dat is een heel toegankelijke manier van schrijven. Maar ook over Reven gesproken, hij is dus ook een begenadigd brievenschrijver. En dus dat is ook wel een facet van Brakman. Absoluut, ja. Ja, en dan is het inderdaad alleen maar te prijzen dat hij met die heruitgave opnieuw de kans krijgt om inderdaad die lezers te bereiken. En ik denk dat ik voor ons alle drie spreek als ik zeg dat ik van harte hoop dat dat ook zal gebeuren. Ja. En dank jullie wel, beide. Arie, Nico, Alvin. Ja. We gaan nu over naar het laatste stuk van het programma en dat is inderdaad een slotvoordracht uit Leesclubje. Dus ik wil Lido Dekker opnieuw vragen naar voren te komen. Dankjewel. Deze clubje gaat luisteren. Ja, goed, heel goed. Oké. Okay. Verdedig je lafaard, riep ik, want zoiets meende ik me uit de literatuur te herinneren. Hij omklemde echter met de verontrustende kracht mijn benen en smeekte hoog en schel om genade.
tevergeefs trachtte ik mij los te rukken. Want wie in een dergelijke situatie niet over zijn knieën kan beschikken, ligt voor hij het weet op de grond. Misschien zelfs achterover op zijn rug. En dan zijn de moeilijkheden niet ver te zoeken. Daarom boog ik mij ver voorover en probeerde hem aan zijn oren van mijn knieën te rukken. Maar hij sproeide een ware fontein van bloed in mijn gezicht die me opnieuw kotsmisselijk maakte. Hoe zoiets kan is mij nog een raadsel. Gelukkig begon hij op dat moment te trappelen en te slaan en dat schiep weer nieuwe mogelijkheden. Voor ik het wist, tuimelde ik achter hem aan en in de richting van de vijver. De hamer, die ik blijkbaar weer had teruggevonden, in de hand. Vermoedelijk wilde hij half wadend, half zwemmend ontsnappen. Ik had daar wel eens over gelezen. Maar dan betrof het mannen die gekleed waren in wijde witte overhemden en met opvallend brede mouwen. Ik bedoel maar dat het te verwachten was dat hij al na een paar passen in de vijver zou vastlopen in de modder, zodat ik hem vrij makkelijk kon inhalen en op zijn hoofd slaan. Na een paar fikse slagen zakte hij langzaam in elkaar en verdween hij onder het oppervlak. Ik zag zijn hoofd geleidelijk en tragisch verdwijnen, bijna statig, en keek hoe in het steeds sterker wordende licht, ik kreeg eindelijk in de gaten dat de maan was opgekomen, het kroos zich traag boven hem sloot. Dat was dat. Ik keerde mij om, maar wachtte dan even om mijn ellende wat te ordenen. Natte schoenen, natte sokken, natte broek, modder overal. En dan ook nog naar huis lopen. Dat laatste kikkerde me echter opeens enorm op. Want ik realiseerde mij dat ik het huis aan de Boslaan nu het mijne mocht noemen. En als zodanig van plan mij verkrachtigde wal te bereiken, kreeg ik de schrik van mijn leven toen ik opeens weer bij een been werd gegrepen. Rillend van afgrijzen zag ik een stakige arm boven het water komen en een hand klauwde zich vast aan mijn broek. De schrik was natuurlijk begrijpelijk, maar spoedig had ik mij ervan hersteld. En daar ik in alle consternatie mijn hamer opnieuw was verloren, naar het zich liet aanzien definitief, greep ik in mijn broekzak naar mijn zakmes. Zag ondanks alle geruk en getrek kans het toch te openen en stak ermee in die verraderlijke hand. Hijgend boog ik mij voorover, steunend op de knieën en staarde uitgeput op het met kroos bedekte oppervlak van de vijver. Zo zag ik hoe opeens overal luchtblaasjes tevoorschijn sprongen. Zijn laatste snik, dacht ik, terwijl ik mijn armen hard hoorde pompen in mijn oren en vaag overwoog dat al die opwinding niet goed kon zijn voor de oude tikker. Maar terwijl ik bezig was mij stram en moeizaam op te richten en tegelijkertijd een voet trachtte los te frikken uit de modder waarin hij zich had vastgezogen, brak het kroos vlak voor mijn neus en rees het gezicht van de heer Colijn weer langzaam uit de diepte omhoog. Een mond tuitte zich boven het water uit op een doodgriezelige manier. Het leek wel of hij mij met inspanning van alle krachten nog een kus wilde geven. En ik schreeuwde het uit van ontsteltenis, te meer daar hij tegelijk kans zag op een geniepige slag op het water te geven, zodat ijskoude druppels in mijn gezicht spatten. Niets bleef mij werkelijk bespaard, want daar steeg uit het water een geschrei dat waarlijk bol stond van angst. Het was een godbezwerend, paniek door het bloed jagend, aarde en park tot getuigenis aanroepend krijten, dat pas verstomde toen ik met bevende handen zijn bol weer onder water duwde, en die keer voorgoed. Doodmoe sleepte ik me naar huis, opende de deur met mijn sleutel, stond in mijn gang en deed mijn licht aan. Dankjewel Lilou, en hiermee zijn we inderdaad bij het einde aangekomen. Dankjewel Nico Keuning, Arie Storm, Thomas Hirma van Vos en Lilou Dekker. Dankjewel Spij 25 en uitgeverij Querido voor het organiseren. We sluiten af met een borrel hier. De boeken van Willem Brakman en van de overige sprekers zijn hier allemaal via Atheneum Boekhandel achterin te verkrijgen, mocht u daar interesse in hebben. Verder wens ik u een fijne avond, goede nacht en tot ziens. APPLAUS